Ja, hoe groot is nou de kans dat u slachtoffer wordt van een straatroof? Nou, die kans is gelukkig kleiner dan u misschien denkt, maar 0,06%. Maar elke straatroof is er wel één te veel. Luister naar het verhaal van een 61-jarige bezoeker van het Holland Casino in Utrecht. Het is zondagavond, 8 juni, 11:30. Het was eerst de Pinksterdag, dus toen dacht ik s'avonds om 9:30 of zo, 10:00... van ik stap toch nog even in de auto en ik ga naar het casino. Ik ben vrij en ik kan morgen toch uitslapen. Dit is de Uniceflaan in Utrecht. En op ongeveer 200 meter afstand ligt het Holland Casino. Veel bezoekers van het casino parkeren hier een auto omdat je hier s'avonds gratis kunt staan. Ik vind het gewoon een gezellige sfeer. Als je thuis alleen zit, dan zoek je wel eens dat op. En in je eentje ga je niet zo snel naar een restaurant om alleen te gaan zitten eten. En casino kan je heel makkelijk alleen naartoe gaan. Rond 11:30 komt hij aan in het casino. Hier laat hij zijn legitimatiebewijs zien aan de cashière. Ik speel altijd wel heel voorzichtig. En ik denk dat ik uiteindelijk zo'n 50 euro verloren had. En toen was het tegen sluitingstijd. En toen dacht ik, nou, ik ga... Het wordt hem niet vanavond. Vlak voor sluitingstijd, het is kort voor 3:00 s'nachts, vertrekt de man. Als ik naar mijn auto liep, heb ik nooit gedacht dat ik een doelwit zou zijn voor een beroving. Dus ook nu niet, voor mijn gevoel. Om 3:00 is hij vlak bij zijn auto, wanneer 2 onbekende mannen in beweging komen. Binnen een paar seconden beroven ze hem van zijn schoudertas. Ik zie iemand uit mijn ooghoek op me afkomen en ik probeer dat af te weren. Ik kreeg een klap op mijn kop of ik ben omver getrapt. Dat weet ik eigenlijk niet, dat ben ik kwijt. En vervolgens lig ik daar op straat. Toen ik bijkwam... Ik bloedde vanuit een wond op mijn hoofd. Mijn spullen waren weg. En verder ben je in een soort vacuüm gevoelsmatig, denk ik. Wel duizelig. Dingen niet meer weten, dat. Ja. Ik ben heel erg boos geweest. En heel erg in het verzet, omdat ik het niet kan uitstaan... dat iemand door zo'n actie invloed heeft op je leven, op wat je doet en hoe je gaat. En dat je merkt dat je 's avonds eigenlijk niet over straat durft te lopen... of constant schichtig om je heen kijkt. Daar denken ze totaal niet meer naar. Het gaat alleen maar om die paar docenten. Ja, die beroving gebeurde net buiten beeld. Maar de politie gaat ervan uit dat die 2 rennende mannen... de vermoedelijke daders zijn. Het slachtoffer is van achter aangevallen. Hij kan daarom zelf geen signalement geven van de daders. Dus wie van u thuis heeft een idee wie de 2-tal met die donkere kleding daar in Utrecht is? Verder wil de politie graag weten wie die rennende mannen daar heeft gezien die nacht. En we willen vanavond in contact komen met een aantal hele belangrijke getuigen. Vlak voor de beroving zitten deze 2 mannen in een auto op de Uniceflaan. Het kenteken zien we niet. De beelden zijn niet scherp genoeg om het type auto te herkennen. Hier loopt het slachtoffer langs een auto. En meteen na de beroving rijden de 2 weg. Misschien zijn ze geschrokken en wilden ze zelf niet in de problemen raken met de daders. De auto van die 2 mannen stond hier. Dit is vlakbij de plek waar de casinobezoeker uiteindelijk werd overmeesterd. Die 2 mannen in de auto die moeten dus wel iets hebben gezien van wat zich hier heeft afgespeeld. En zij zijn dus zeer belangrijke getuigen, maar hebben zich helaas nog niet bij de politie gemeld. En dan zijn er nog deze 2 mannen. Voor de straatroof stonden ze te wachten op de Uniceflaan. Net als dit 2-tal. En van allebei de duo's is niet duidelijk of ze iets met de beroving te maken hebben. De politie wil daarom graag met hen in contact komen. Heeft u vermoeden wie dit zijn of herkent u zichzelf misschien wel op deze beelden uit die nacht van zondag 8 op maandag 9 juni op de Uniceflaan in Utrecht? Meld je dan als getuige bij de politie. Heeft u informatie, wat voor informatie dan ook over deze straatroof? Bel dan vanavond naar de opsporingstiplijn of neem anoniem contact op.